Ik was 9, bijna 10 toen ik begon met voetballen. Daarvoor heb ik eerst gekorfbald, dus dat was wel iets anders. Ik deed natuurlijk korfballen, want mijn ouders deden dat ook, dus dat was voor mij een logische stap. Alleen toen ging één jongetje uit mijn team van de korfbal ging voetballen en toen dacht ik van, hey, ik raak vrienden kwijt, die gaan voetballen. Dus toen kwam ik thuis en toen zei ik van ja, ik wil ook voetballen. En ben ik in de F6 beland van GroenWit. Dit ben ik zelf. Dit is Christian, Joep, Jorik. Nou, hij was de spits en dit was de rechtsbuiten. Dus wij waren eigenlijk goed voor de meeste goals. Ik was wel heel snel en ik kon best wel goed al hard schieten. Dus vandaar dat ik als aanvaller bestempeld werd. En het was gewoon aannemen, voor je uitspelen, rennen en ook goals schieten. Want het waren natuurlijk nog kleine veldjes. Eerste jaar bij Vitesse wonnen we de beker. Dit ben ik zelf. Toen was ik ook nog aanvaller, maar na dit jaar hebben ze me verteld van... Hey Thomas, luister, allemaal leuk en aardig, maar aanvallen denken we niet dat het gaat worden. We gaan het als linksback proberen. Dus vanaf het jaar daarna ben ik als linksback gaan voetballen. Opa en oma, mama en papa waren eigenlijk wel elke wedstrijd er wel erbij. Opa hield een plakboek bij, die was altijd met de camera onderweg, overal naartoe. Mapjes thuis maken met waar je was, of je gescoord had, wedstrijdformulieren later ook opvragen en zo. Dus hij was wel heel, hij was er wel mee bezig. Hè. Ik vond voetbal kijken, op tv kijken, vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje saai. Vroeger werd er ook altijd grapjes over mij gemaakt, want dan gingen mensen aan mij vragen, ja, wie is Ronaldinho en wie is Lampert? Ik zeg, ja, sorry, maar ik weet echt niet, weet je wel. Dus later ben ik daar wel meer in gaan verdiepen, maar daarvoorheen was het echt gewoon alleen maar wat ik leuk vond.